Na alle quizpret in de video van gisteren, vandaag het serieuzere werk met dag 1C en 1D van het main event. En we razen op die 2000 entries af, al via 1C. We hopen natuurlijk die grens van 2500 entries te halen en nodige bekende gezichten. Ook al in het toernooi hier, hey, daar heb je Jesse Hoebe, gisteren nog actief in de quiz. Hij zit naast onze eigen fotograaf Daniel van Anders Beltran. Kijk, dat is mooi. Daar zit ook Sven. Staat op zijn trui. Ik ken hem wel niet. En een hele drukke dag dus. Morgen ook nog 1E Turbo. En dan hopen we toch echt het record aantal entries in het 195 euro buy-in Dutch Classics Main Event te hebben gekraakt. Nog meer bekende. Verdomd, daar is hij. Team België. Guy, hij zwaait. Guy, tweede plek in de quiz. Goed. Tweede plek. Dat was Guy. Bedankt voor de prijs nog. Heeft hij geen prijs gehad, nummer 2? Dat geloof ik niet, hè. Nummer 1 wel, Gilo, die zit hier ook ergens. Er zijn zoveel bekende koppen. We maken gewoon even een rondje door het veld. Daar duiken de pokers aan. Hey, hallo. Dat leek wel een koppeltje. Dit is zeker een koppeltje hier. En Rico, hij bekijkt de kaart. En daar zijn vriendin Romy. Hier Stijn Augustin is natuurlijk in actie. Hij maakt de call. Sandu, topset. Lekker handje. Huppatee, duimpjes omhoog. Hier Marcel Schouten. Natuurlijk Zong Chen ook altijd wel de partij. Hey Zong, ben je scherp? Ja, best scherp. En daar, El Capitan, Ant van Franken. Hij won de Dutch Open van 2018, Dutch Open Ranking 2019. Wil hij dan de Dutch Classics van 2020 gaan winnen? Gisteren was natuurlijk de dag van 1B van het main event en het ladies event veel aandacht voor. Maar dat was ook een heel ander toernooi. Dat begon al om 11 uur 's ochtends, de early morning bounty. Gewonnen door de man naast mij, Tom Veerman. Tom, gefeliciteerd. Hartstikke bedankt. 11 uur 's ochtends, was jij er ook meteen? 11 uur 's ochtends was ik aanwezig bij de start, inderdaad. Okay. En dat is wel aardig vroeg voor een pokertoernooi om te beginnen. Ja, het was mijn favoriete tijd om te beginnen, want ik speel liever 's avonds. Maar het was lekker geslapen die nacht en fris en fruitig aan de start. Dus ja, ging prima eigenlijk. Ja, je staat nu in de geschiedenisboeken, winnaar van een Dutch Classics event. Ja, dat is een droom van veel pokerspelers die hier komen natuurlijk. Ja, het ging helemaal nergens over. Die rail gisteren, iedereen die stond te juichen, iedereen die voor mij stond te kijken. En het was echt insane. Echt heel vet. Ja, er was een heads-up deal met in de boeken stond een Roemeense, maar je kende haar al wel, hè? Ja, we zijn hier samen met de bus gekomen en Alexander heet ze. En uiteindelijk zaten we nog met z'n drieën en ik bus die laatste speler en we zeggen meteen tegen elkaar, we doen een 50-50, want we komen hier samen, dat is wel zo leuk. Dus uiteindelijk zat ik met de grootste stack en dat, zo dus. Je zegt met de bus, georganiseerd volgens mij, was het door Ed? Ja, klopt, georganiseerd door Ed van Zelm van Pokerreizen, Kennemerreizen. Dus echt heel leuk. Je komt een uurtje of 10 rijden, gaat met een stuk of 20, 30 man. Een beetje pokeren onderweg. Dus, is het dan ook echt een pokerbus, vraag ik me af? Dat van die zitjes waar dan gekaart wordt en zo? Of, Ja, bus is helemaal aangepast tot pokerbus. Dus je hebt pokertafels in principe. Dus je bent gewoon de hele reis bezig. Heel leuk. En een beetje oefenen dus voor de bounty die dus jou is binnengekopt. Dat is wel lekker. Wat was de eerste prijs ook alweer na die deal? De eerste prijs was 4,8k. Dus met bounce erbij zit ik op 5,6k profit. Uitstekende cash. Voor jou, ga je nog geen main iets doen? Of heb je dag 2 al gehaald? Of moet het nog gebeuren? Nee, main ben ik net gebust helaas. Dus vanavond nog even die stak spelen. Eventueel nog wat cash game. En verder lekker wat drinken en rustig aan doen. Okay. Ja, het weekje is gelukt, zeg maar. Dus je hebt niks klagen. Nee, geslaagd. Ja, daar heb je Christy Jonker alweer, de ladies kampioen. Zo te zien gaat het weer prima. Menno Witjeft aan het werken. Hier ook iemand uit het ladies event. Sjoukje Leuks. One-timer Armijn Menner. Casino-expert natuurlijk. Ik ben benieuwd of hij zo zijn mening kan geven over het Kings Casino. Hier. Tweevoudig side event winnaar. Erwin Wiegers won deze keer de warm-up. Ronald Michielsen. Hey Ronald, gaat goed? Maar ja, ik had net een lucky dubbel op. Dan gaat het goed. Ja, eindelijk een keer. Hier Jelko Burger, ook van de partij. Hij voelt. En World Series of Poker runner-up Erik de Jong en Marit Monté in het main event ook in actie. Ja, soms loopt het niet zoals je wil, ervaart ook Arie Groen hier en dan is het gewoon even balen. Wat mij opvalt deze Dutch Classics, heel erg veel Friezen en ik heb hier een Fries pokerkampioen naast staan. Jelmer, jij hebt in Leeuwarden natuurlijk Usmem een keer gewonnen bij de pokerseries. Hoe komt het nou dat er zoveel Friezen zijn hier bij de Dutch Classics? Ja, weet ik eigenlijk niet. Het leeft denk ik wel onder de Friese. Poker wordt daar natuurlijk heel veel gespeeld.
En we gaan met grote groepen deze kant op. Dus ook wel veel uit de Hogeveen omstreken gezien. En, ik weet niet precies waarom, maar het is gezellig, dus dan zijn wij erbij. Ja, dat is zeker zo. Is het dan ook georganiseerd of zijn het kleine groepjes? Of is het wel, heb je één grote poker-app voor Friesland? Nee, wij zijn met 12 man uit Leeuwarden. Behoorlijk. Ja, inderdaad, uit Leeuwarden omstreken, dus, maar dat is wel leuk. Maar het is elk jaar dat we organiseren om met een groepje van tussen de 10 en de 16 man deze kant op. Dus, en dan twee keer per jaar natuurlijk. Ja. En misschien voor de Benelux Classics in mei, die zitten eraan te komen. Misschien ook al wel een beetje naar gekeken? Nou, ik niet persoonlijk, maar er zijn vast wel een paar die er ook wel willen gaan. Kan natuurlijk niet zonder Friesland doorgaan, hè? Nee, die hoort er wel bij, hè? Die hoort er wel bij. Er is nu dan iemand met een Friese stropdas ertussen, hè? Dus, ja, Jan Tjibbe hebben we ook al zien zitten. Ja. Hoe gaat de pokerwise hier in Osvadaf met jou? Op zich wel redelijk. Ja, wel de derde bullet nu, maar het gaat op zich goed, dus... Ja, het is gewoon mooi spelen hier. Het is een mijnenveld, hè? Dat weet je zelf. Met veel kamikaze piloten ertussen. Maar dat maakt het ook mooi. En er is genoeg speelruimte en grote stacks, dus dat is leuk. Ja, vermaak me prima. We gaan je volgen natuurlijk. We hopen dat je ver komt. In Leeuwarden, om even terug te komen in Friesland, natuurlijk had je back-to-back finale tafels. Ja. We verwachten je eigenlijk later dit jaar in Leeuwarden. Ja, is de druk natuurlijk hoog, hè? Ja, we zullen het zien, hè. Ik heb het er al even over gehad met Ruud. Dus we gaan voor de derde keer, dus we zullen het zien. Ja, we gaan er wel voor in ieder geval. Het draait bij de Dutch Classics natuurlijk allemaal om de eerste prijs in het main event. En dan krijg je ook een hele mooie trofee. Hij staat hier in de trofeeënkast te shinen. Dutch Classics Kings Winter Edition 2020. Deze gaat hopelijk met een Nederlander mee naar huis. Het is natuurlijk niet de enige trofee die hier in de trofeeënkast staat te shinen. Er liggen ook prachtige bracelets en ringen. Van de World Series of Poker en de World Series of Poker Circuit. Waaronder die van Piers Heinz. Weet u nog? Martin Cabrel natuurlijk. Fedor Holtz. Eddie Scharf. En Michael Kainer. Daar heb ik ook nog nooit van gehoord. Mocht je er nou niet in slagen een trofee te winnen. Dan kun je altijd nog iets leuks voor jezelf verkopen. Zoals hier uitgestald. Mooie horloges. Voor onderarm. En voor Jan Modaal is er natuurlijk ook een mooi kastje. Met leuke hebbedingetjes. Denk daarbij aan leuke pokerboeken, Mike Sexton, Chris Mormon. En niet te vergeten de t-shirts en de hoodies natuurlijk. We zijn natuurlijk in de prachtige ambiance van het Kings Casino. En ik ben dan wel eens heel benieuwd, wat doen ze hier in Losverdorf nou heel goed? En wat kan er misschien nog beter? En wie beter dan Armijn Meijer kan me erover vertellen. Casino-kenner, bij uitstek toch? Nee, klopt. Ik kom hier veel casino's. Prachtig casino. Losverdorf, nooit van gehoord. 700 kilometer rijden. Op een plek waar poker, We Are Poker, gepromoot wordt. Maar het gaat uiteindelijk niet om poker. Het geld wordt verdiend hierachter, het casino. Je ligt uit het toernooi, wat ga je doen? Je gaat aan de bar een drankje halen. Soms gratis drankje. En dan ga je crepe spelen. $10 of 10 euro inzetten. Best wel hoog. Blackjacken, roulette. En uiteindelijk gaan de pokerspelers toch, komen uiteindelijk hier. Er zijn maar weinig spelers die toch het casino links laten liggen. De ambiance vind ik hier prachtig, mooi. Maar ik vind ze hier in Oost-Europa, want dat is het toch eigenlijk een beetje, behoorlijk kil. Dat warme gevoel van entertainment, van casinos waar ik zo van hou, mis ik hier echt wel. Maar daarnaast, ze hebben hier echt alles. Dus in dat opzicht kom je goed aan je trek als speler. Iemand vroeg, wat voor cijfer zou je geven, zeg maar. Ik geef het een 7,5. En dat is op mijn schaal voor casinos echt wel hoog. Want Holland Casino zit daar ook een beetje, zeg maar, 7,5, 8. En ik vind het gewoon super knap hoe ze het gedaan hebben. Want je zit in the middle of nowhere. En hoeveel mensen zitten hier wel niet? Gisteravond 800-900 man loopt hier rond. Ja, er zitten nu meer dan 1000 entries alleen al vandaag op één CND. Ja, dan doen ze toch iets heel erg goed. Samenvattend, interieur en hoe het eruit ziet, een 9. Klantvriendelijkheid, gastvrijheid, ja, 6 plus. Ja, op zich zijn ze wel klantvriendelijk in de zin. Ze lossen wel de problemen op, maar niet met een lach. Ja, het is niet, gewoon met niet over de Europese efficiëntie. Nou, ja, precies. Nou, misschien kan je zo wat noemen. Ja, nou ja, misschien. Ik ben het ook niet gewend, dus dat scheelt ook. Ja, ja. Okay. Je hebt het wel naar je zin hier in Rosvold. Zeker naar mijn zin. Het is wel een pleuris aan het rijden. We zijn dit keer met een elektrische auto hierheen gekomen, dus dat moesten 7 keer opladen. Serieus. Maar het is wel mooi, want je kan hier ook gewoon parkeren met de auto gratis, maar ook met de elektrisch gratis opladen hier. Dus dat hebben ze ook goed geregeld. Top. Armijn Meijner van One Time, dankjewel voor je input. Graag gedaan. De grote speelzaal loopt zo zoetjes aan en leeg hier in het Kings Casino. Maar dat wil niet zeggen dat het niet ontzettend druk was vandaag. Namelijk 2178 entries staat de teller op het moment op in het main event. Achter mij nog het laatste plukje van dag 1D aan de gang. Die razen op het einde van de speeldag af. Morgen nog Tilburg 1E en die heeft 226 entries nodig voor een evenaring van een record van 2404 entries. Dan zou je denken dat het record moet toch te pakken zijn.
Dat is allemaal te volgen in het blog van Poker City in het vervolg van deze Dutch Classics. Dit was onze video coverage. Graag tot de volgende keer. Dat is in mei, de Benelux Classics.